In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. De heilige van deze week is Sint Demjana en de 40 maagden. Sint Demjana was een kuizenmaagd en ze had geen broers en zussen. Ze had een vader, genaamd Marcus, die gouverneur was van meerdere steden en heel veel aanzien had. Toen Sint Demjana 15 jaar oud was, wilde haar vader dat ze zou gaan trouwen, maar Sint Demjana was het hier zelf absoluut niet mee eens. Zij wilde namelijk zelf graag de bruid van de Heer zijn, want zij hield heel erg van Jezus Christus. Sint Demjana vroeg aan haar vader of hij een huis voor haar wilde bouwen, waar zij en de 40 maagden samen konden bidden en God dienen. Haar vader heeft dit huis voor haar gebouwd en geaccepteerd, omdat hij liever wilde dat ze bij hem, dat ze onder zijn hoede was, dan dat ze bijvoorbeeld in een klooster zou gaan wonen. Hier is zij ook met die 40 maagden gaan wonen en hebben zij God gediend, God aanbeden en heel veel over het geloof gelezen. In die tijd was er een keizer genaamd Diocletianus. Hij was een keizer die de afgoden aanbad. Op een dag haalde hij Marcus, de vader van Sint Demjana, bij zich en vroeg hij hem of hij de afgoden wilde aanbidden. In het begin gaf hij nog wel wat weerstand en weigerde hij dit, omdat hij ook in de Heer Jezus gelooft. Maar op een gegeven moment werd hij toch zwak en heeft hij toch naar hem geluisterd en is hij de afgoden gaan aanbidden. Op een gegeven moment kwam dit ook terecht bij Sint Demjana. Zij hoorde dus dat haar vader afgoden ging aanbidden en afstand had genomen van het echte geloof en Jezus Christus. Zij is toen naar haar vader toegegaan en vroeg aan hem, wat is dit wat ik over u hoor? Zij hoorde liever dat haar vader was overleden dan dat hij afgoden ging aanbidden. Zij zei tegen haar vader dat als hij hier nog mee door zou gaan en niet zou terugkeren naar het echte geloof, dan zou zij niet meer zijn dochter zijn. Toen hij dit hoorde, was hij heel erg van streek en is hij teruggegaan naar de keizer om hem te vertellen dat hij toch niet meer de afgoden gaat aanbeden en dat hij eigenlijk in de echte Heer Jezus Christus gelooft. Toen de keizer dit hoorde, werd hij erg boos en beval hij dat ze Marcus moesten onthoofden. De keizer kwam erachter dat Sint Demjana de dochter was van Marcus de gouverneur. Hij stuurde een prins naar haar toe met het bevel of zij dan de afgoden ging aanbidden. En als zij dat zou doen, dan zou zij alles krijgen wat zij wilde. Sint Demjana weigerde dit omdat zij erg sterk stond in haar geloof. De prins werd hier erg boos van en ging met 200 soldaten en martelinstrumenten naar Sint Demjana toe om haar te martelen. Zij is op verschillende manieren gemarteld. Ze is bijvoorbeeld in een pers geplaatst, ook hebben ze haar in kokende olie gestopt en veel andere verschillende manieren. Elke keer nadat ze gemarteld werd, hebben ze haar in de gevangenis geplaatst. En elke keer kwam er ook weer een engel die haar ging genezen van al haar wonden. Toen de prins zag dat al zijn pogingen gewoon geen effect hadden en dat zijn standvastigheid bleef in haar geloof, besloot hij om Sint Demjana te onthoofden en de 40 maagden met haar. Dus ontvingen zij allemaal de kroon van het martelaarschap. Mogen wij ook zo standvastig zijn in ons geloof. En mogen hun gebeden ook allemaal met ons zijn. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.